Welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Geheimen van. Vandaag ga ik op zoek naar het geheim van Leunen. Goedemiddag, meneer. Gerard Cornelis. Hoi, Paul Rutte, aangenaam. Meneer, ik ben op zoek naar het geheim van Leunen en ik was eigenlijk op zoek naar iemand die mij daar meer over kon vertellen. Het geheim van Leunen? Staan hier wel bij een mooie kapel, een mooie kerk. Die stamt uit 1436. In 1433 is hier een aanvraag gedaan bij de bisschop van Luik. Toestemming kwam 2-3 jaar later. Die is gebouwd, maar wij vinden dat geen geheim, want wij hebben het als werkgroep historie ook kunnen vinden. Er is heel veel aan die kerk gebeurd, maar het zal allemaal het geheim niet zijn, denk ik. Wie zou daar meer? Ja, je hebt straks bij je binnenkomst heb je het bord gezien, welkom in Leunen. Daar staat een kunstwerk op van Gussewi. In de jaren 70 heeft hij hier heel veel gewerkt in dit dorp. Het was ook een Leunenaar. Maar dat zal ook het geheim niet zijn, want we hebben hier een stichting Gussewi. Dus dat is allemaal mooi voorzien en iedereen kan er toegang toe vinden. Maar als ik zo nadenk, dan zou hier in Leunen zitten iemand die klompen maakt nog. En die goede man, die was vroeger bouwvakker, die kwam overal. Als er iemand een geheim weet te vinden, dan moet je geheid bij Karel Jeuken zijn, de klompenmaker. Zullen we daar eens naartoe gaan? Ik vind het een goed idee. We gaan eens kijken of ik meneer Jeuken ons verder kan helpen. Dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoi, Paul Rutte. Karel Jeuken. Meneer Jeuken, ik heb mij laten vertellen dat u mij meer kunt vertellen over het geheim van Leunen. Heeft de klompenmakerij misschien nog geheimen? Nou, dan vraag je mij ook wat. Nou, in elk geval de klompenmaker zelf niet, want wij bestaan al meer dan 200 jaar. Ik ben de vijfde generatie. We hebben vroeger altijd klompen gemaakt in Venray en nu in Leunen. Dus ik denk dat dat zonder meer nooit geen geheim zal zijn. Want uiteindelijk, iedereen weet toch wie Jeuken als kloppenmaker is in Venray. Maar om een geheim te zoeken, ja, in Leunen is wel, vroeger is hier de stierenstal geweest. Dat was ook altijd een heel bijzonderheid. Maar die hebben ze helemaal, dat zijn allemaal weg, de gebouwen zijn weg. Alles is er weg, we hebben daar wel van de historie nog een stukje geschiedenis van. Maar als ik zo, ja, denk, ik zou kunnen denken dat we hier een stukje verderop, op de Albionstraat 57... Daar is een heel oude boerderij en die noemen ze nou de Hennehof. En ik denk dat die boerderij die is van 1600. En die is wel een keer een stukje afgebrand geweest en die is wel een beetje verbouwd, maar die is nog helemaal in oude stijl gebleven. Ik denk dat daar de geheimen wel zullen kunnen vinden. Is het mogelijk om daar een kijkje te gaan nemen? Want ik ben eigenlijk wel heel benieuwd geworden. Nou, ik denk het wel. Dus we zullen daar wel eens aanstal te maken om daar gaan te kijken. Dus, en we hopen dat we daar het geheim kunnen vinden. Hallo. Goedemiddag. Hi, Paul Rutte. Erik. Goedemiddag. Karel. Ja. Kom je hier doen? Ja, we zouden graag even een kijkje willen nemen als dat mag. Wil je het huis kopen? Nee. Oh, waarom dan? Maar meneer Jeuk hier heeft verteld dat u mij misschien wat meer zou kunnen vertellen over het geheim van Leunen. Nou, bij Karel is geen geheim veilig, maar kom binnen. Erik, ik heb van Karel Jeuken begrepen dat jij mij misschien wat meer kan vertellen over het geheim van Leunen. Dit huis schijnt een hele rijke historie te hebben. Zou je mij daar wat meer over kunnen vertellen? Ja, het heeft een hele rijke historie en met name het begint eigenlijk al in wat de werkgroep Historie Leunen heeft kunnen opzoeken en navorsen in 1600. Dat hier de eerste bewoner Pieter Hennen was. Tevens ook de naamgever van het
van het huis, van de boerderij. En zijn zoon heeft die boerderij later overgenomen. En vanaf die tijd hebben meerdere mensen hier een boerderij gehad. De tijd die mij nog het beste het dichtst bij staat, is dat de familie Michels, Anton Michels, hier een boerderij had. En dat was een vrij grote boerderij met een gebouw hier en een gebouw daarachter. Veel grond er rondomheen. En ten tijde van de herverkaveling van de Lollebeek in 1965 heeft hij voor zichzelf een huis gebouwd. Hier zo'n 100 meter verderop, waar de familie Josten woont. En daar is die gaan wonen en is de boerderijfunctie hier komen te vervallen en is het een woningbouwbestemming gekregen. Hier heeft nog gewoond de familie Michels en die was getrouwd met Hanna Nabuurs, die van het Veulen kwam. En die hebben hier een aantal kinderen gekregen die hier ook allemaal gewoond hebben en vanuit hier al uitgevlogen zijn naar hun eigen bestemmingen. Dus dat zijn eigenlijk de oorspronkelijk laatste bewoners. Toen is het zo gekomen dat mevrouw Michels, hen en Hanna, zoals die genoemd werd, het huis wilde verkopen. En toen heeft ze een deal gesloten met de plaatselijke aannemer, Ger Pijpers. En die heeft in ruil voor de grond en de bedoeling om hier een lintbebouwing van een aantal nieuwe woningen neer te zetten, heeft hij voor haar een nieuw huis een paar huizen verderop neergezet waar zij nog een aantal jaren tot haar dood gewoond heeft. Alleen toen kwam er een streep door de rekening voor Ger Pijpers. Want zijn plan om hier op verzoek ook van de dorpsraad destijds een mooie nieuwe entree van Leunen van te maken met mooie nieuwe huizen, dat ging niet door, omdat de provincie het niet noodzakelijk vond om de bestemmingsplan te wijzigen. En toen had dit huis voor Pijpers geen waarde meer. Hij had al een sloopvergunning. En wij, Lisbeth en ik, Lisbeth Rutte, waar ik mee getrouwd ben, plaatselijk kunstenaar, die waren al lang op zoek naar een boerderij die we konden verbouwen en in ieder geval ruimte bood om een atelier voor haar te kunnen vestigen. En toen zijn we met Pijpers in contact gekomen en de mogelijkheid gekregen om het te kopen. Alleen we hebben geen gebruik gemaakt van de sloopvergunning, want het was niet nodig. Wij zijn gewoon lekker aan de slag gegaan en dit huis met heel veel karakteristieke elementen weer goed bewoonbaar gemaakt voor ons. We staan hier in het oorspronkelijke hart van de Hennenhof. Het leuke is, ik heb een brief gekregen van de werkgroep Historie Leunen. Die hadden die brief van Jan Michels, die hier als kind gewoond heeft en als een van de laatste bewoners dus. En die heeft zijn ervaringen van de Hennenhof heeft hij in een brief verwoord. Lijkt me wel leuk om die even voor te lezen. Moet ik wel even de bril op, hè? Circa achter in de 19e eeuw, toen Helen Toen een jonge man was, stond hij op een mooie dag bij de boerderij, buiten te kijken. Er kwam een oude man langslopen en die zei, toen ik een kleine jongen was en voor de eerste keer naar Overloon naar de kermis ging, stond his huis af te branden. Dit moet eind 18e of begin 19e eeuw zijn geweest. Op de zolder, waar de jongens van hen een tank sliepen, Antoon, Jan, Ger en Martin, was nog goed zichtbaar dat daar brandresten waren, omdat er gewoon planken overheen geslagen waren. Die plekken zijn nu nog te zien, maar wij hebben er natuurlijk ook een mooie vloer overheen gelegd. De jongens sliepen op een kamer waar alleen de deur van hout was. De rest, dat waren rietmatten van leem en klei en dat hele dunne wandjes. Als het koren in de schuur opraakte op het einde van het stalseizoen, de tijd dat de koeien op stal stonden, dan liepen de ratten bij hen over de rieten zolder en soms over het bed. Arme jongens, tegenwoordig niet meer te verwachten. Als het heel koud was, was het wijwater in het bakje soms bevroren. Hennenplats na Hennenhof had één grote keuken, waar we hier staan. En twee vaste opkamers. De opkamers die liggen daar. Daar sliepen de meid en de knecht. En onder de opkamers waren twee kelders. De opkelders noemen ze die, met ronde gewelven. De eerste was voor de proviant. Daar stond ook de pekelbak,
We gaan er straks nog even kijken. En de hammen en het spek na de om de hammen en het spek na de slacht in te pekelen. Zouten noemden ze dat. Later kwam er de drukketel te staan voor de waterleiding. Niet van het pompstation, maar een eigen put. De tweede kelder werd gebruikt voor aardappelen. In de oorlog werd er voor de deur van de tweede kelder een kast gezet. En niemand wist wat er in die tweede kelder zat. Zelfs de kinderen Michels wisten dat niet. Men kon er ook niet zien dat er een deur was. Misschien zat er destijds daar ook het geheim achter. De gierkelder op de binnenplaats was ook gemaakt, hetzelfde als de huiskelders, met ronde gewelven. Destijds, toen we hier aan het verbouwen waren, als we het over die gierkelder hebben, was de bekende meneer Maassen uit Venray, toen hij nog op de laadschap zat, met zijn laadschap bij ons in de gierkelder gezakt. Dat is ook een geheim, maar daar mogen we niet over praten. Dus dat was de kelder. En ja, we zitten hier in het oorspronkelijke woonkeuken. En dat is natuurlijk wel leuk als je de diverse elementen ziet. Je ziet de oude schouw, waar binnenin de hammen opgehangen werden. Die schouw die is zo groot dat als je er een ladder in zet, dan kun je zo naar boven het dak op kruipen. We hebben hem dus gezien, de energiekosten wel afgetimmerd. Deze balken hierboven, dat kun je ook zien, die zijn afgesmeerd met riet en leem. Daar, die deur, dat was de oorspronkelijke ingang. Maar dankzij de vondst van de architect die we destijds hadden, de bekende Joop Koolsen uit Venray, die kwam met het idee van, focus je nou niet op de bestaande voordeur, maar ga eens op een andere plek. Dus we hebben de voordeur verplaatst en we hebben dus een hele andere leefruimte gekregen. En wat heel bijzonder ook hier is, is de vloer. Die is ook nog origineel, een beetje Escher-achtig. En die is uniek. Zullen we dan nu even gaan kijken? Ik ben benieuwd. De plek. Ja, ga ik je even voor. Het is kruipdoor, sluipdoor. Even het licht aandoen. Ja, beneden. Het is hier kruipdoor, sluipdoor. En we komen hier nou in de eerste kelder. Dit is de oorspronkelijke provisiekelder. Mm-hmm. En dan moet je voorstellen dat hier die kast stond. Lisbeth heeft er nou een tekening voor de beeldvorming voor gemaakt. Mooi perspectief is. En dan gaan we hier dus naar de geheime kelder. Nou, dit is dan de kelder waar we het over hebben. Noemen we het de geheime kelder. Kunt je voorstellen dat hier hele gezinnen hebben verbleven. We hebben laatst nog iemand hier op bezoek gehad. En die kwam kijken omdat zijn ouders hier in de oorlogstijd hebben gezeten. En als die kast ervoor had gestaan, ja, dan kon je niet zien dat hier deze ruimte was. Dus dat is wat ons betreft het geheim van Leunen. Maar Leunen heeft natuurlijk veel meer geheimen, maar een goed geheim blijft een geheim. Maar deze mocht verteld worden, nou, van de historische kring. Ik vind het een hartstikke mooi geheim, absoluut de moeite waard. En hartstikke bedankt voor je verhaal. Leuk. Tot ziens. Bedankt voor het kijken. Volgende maand gaan we op zoek naar het geheim van Heide. En alweer de allerlaatste aflevering van de serie van de geheimen van. Hopelijk kijkt u dan weer.